feestje. Loek van der Rijs zal alle zijden bij moeten gaan zetten om zich nog te verplaatsen voor een plek in die halve finale. Of gaan er nog fouten gebeuren voor achteraan? Het is vooraan één man die heel erg sterk is, Ricardo de Bie. Hij gaat nog door hoor. Samen met Van der Stroom. Van der Stroom gaat mee. Maar Maan nog zo. Gaat Maan nog zo nog lastig krijgen? Of komt dan Loek van der Rijs er nog aan? Loek van der Rijs is helaas eruit en laat het niet vergeten. Laatste kwartfinale race is deze openklasse 12-13-jarige categorie van Rijsdijk, Struit, Heijmans, Haan en Wolravens. Als ze uit die tweede bocht één laatste bocht komen, gaan we eens kijken in ons concentreren op die eerste vier. Die ook zo belangrijke eerste vier in deze openklasse 12-13-jarige categorie van Rijsdijk aan de leiding. Van Struit achteraan, de 297 zit erbij, Heijmans en natuurlijk Haan.